jij bent de vader van Jonathan. Kun je iets vertellen over de energiestofwisselingsziekte? Wat houdt het eigenlijk in? Nou, het houdt eigenlijk in dat Jonathan heeft een energiestofwisselingsziekte. En als je het heel makkelijk uit wil leggen, is het eigenlijk zo dat kindjes met een ziekte zoals Jonathan eigenlijk een halfvolle batterij hebben. Dus hun grote organen staan door een fout in het DNA, in het mitochondrieel DNA, want het is heel complex, maar staan onder druk. Hè? Dus dat kunnen de hartspieren zijn, de oogspieren. En bij Jonathan zijn het vooral de hersenen. Bij Jonathan zie je vooral de uiting in epilepsie, autisme, verstandelijke beperking. Hij is nu 8 jaar en je ziet dat hij geestelijk ongeveer 2,3 jaar is. En dat hij dus eigenlijk om de 2 minuten een epileptisch insult in zijn hoofd heeft. 24 uur per dag. En gedurende de dag zie je dus ook epileptische uitingen fysiek, zal ik maar zeggen. En dat is het grootste kenmerk en de grootste problematiek die Jonathan heeft. En dat kan variëren. Er zijn kindjes die krijgen verdikte hartspieren, krijgen daar problemen mee. En uiteindelijk overlijdt 50% voor 10 jaar. Nou, Jonathan is al wat ouder, maar de grootste groep die voor 10 jaar overlijdt vaak heel jong. Die heeft echt al bij de geboorte hele grote problemen. En 70% overlijdt ongeveer voor 18 jaar. Want er is nog heel veel onderzoek nodig en medicijnen zijn er niet. Nee. Je kunt medicijnen voor de bijwerkingen, dus voor de epilepsie en andere problematiek. Maar echt een medicijn voor de stofwisselingsziekte is er niet. En het probleem is dat, ja, het is een zeldzame ziekte. Er zijn ongeveer 600-700 kinderen in Nederland. Er worden er 1 tot 2 per week geboren. Dus het is een economische regel dat er eigenlijk geen afzetmarkt is voor de farmaceutische industrie. Heb je suikerziekte of heel veel voorkomende ziektes, dan is daar een markt voor, willen ze investeren. En dat is hier niet zo. En gelukkig is er hier ook in Nijmegen, waar we nu zijn, een professor, bijvoorbeeld professor Smijting van het Radboud Ziekenhuis, die zijn hele leven heeft toegelegd op het vinden van een medicijn voor deze ziekte. En daar is heel veel geld voor nodig. Uiteindelijk kost een medicijnontwikkeling rond de 400-500 miljoen euro. En daar dragen wij ons steentje aan bij. Met alle voetballers en ook NEC'er Gentenaar natuurlijk. Hoe ben je op het idee gekomen om deze veiling te gaan organiseren? Nou, het is eigenlijk een beetje toegeworpen. Jonathan zit op een speciaal onderwijs in Arnhem, op Lichterbeek. En daar is toevallig een begeleidster die Jonathan heel veel 1-op-1 geeft. Die is familie van Klaas-Jan Huntelaar. Die is heel erg aangegrepen door Jonathan. Het verhaal raakt haar heel erg. En ze ziet Jonathan natuurlijk dagelijks en weet zijn ziektebeeld. En hoe grillig dat is. En wilde iets extra's doen buiten haar professionele situatie. Hoe ze met Jonathan werkt, zal ik maar zeggen. En heeft dat besproken met familie. En ja goed, de voetbalwereld is ook een kleine wereld blijkbaar. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En ging iedereen zich aanmelden. En Klaas-Jan Huntelaar, Gentenaar, is blijkbaar een goede connectie met elkaar. En toen heeft Gentenaar zich hier vanuit het Nijmeegse opgeworpen met zijn voetbalhandschoenen. Dus daar zijn we hem heel dankbaar voor. Frank van der Laak, eigenaar van Café Het Paleis. Ben je blij met de handschoenen? Nou, we hebben nog geen winter gehad, dus ik heb ze nog niet nodig gehad. Maar mijn keeperscarrière is ook voorbij, maar nee, ik ben er heel erg blij mee. Want ik ben echt fan van de NEC sowieso en van Dennis ook. Want dat is echt een NEC'er, een cultheld een beetje. Nee, ik ben hartstikke blij mee. Je zag de actie voorbij komen op Facebook en je dacht meteen, hoppa, ik plaats een bot. Ja, ik zag hem op de Facebookpagina van Dennis zelf voorbij komen. Ja, toen vroeg me af waar ik het bod moest doen en heb ik maar via die pagina gedaan. En ik denk, nou, ik doe gelijk een beetje hoger bod als de vorige. En dan had ik er wel voor over sowieso. Jij dacht hebben? Nou ja, dat dacht ik. Nou, dat hoopte ik wel, ja. En ga je ze boven je bed hangen? Nee, ze komen bij ons bij NEC in de loge staan. We hebben samen met een aantal horecaondernemers en wat andere bedrijfjes een loge bij NEC. En dat is wel een leuke plek om ze daar neer te hangen, denk ik. Frank, ik wil je echt enorm bedanken. Ik ben een enorme NEC-fan en Gentenaar-fan. Maar ik weet ook, ik heb gemerkt dat je het ook voor het goede doel doet, zoals je besproken hebt. We hebben het mooi ingepakt en volgens mij ga je het mooi uitpakken in de NEC-fanloge die je met veel ondernemers hebt. Het is echt een mooi bedrag en wij zijn er als ouders enorm blij mee en hier enorm dankbaar voor de steun die je hiermee aan ons
aan ons mooie mannen gegeven. Daar zijn we echt heel dankbaar voor. Dus we waarderen het enorm. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik heb nog een klein verrassingje. Oh. Okay. Dat was een persoonlijke actie van mij, maar we hebben met café besloten om daar ook nog te verdubbelen. Dus, dus bij deze €200. Fantastisch. Nou, dat vind ik echt heel erg ziek. Echt heel erg bedankt. Dus, waardeer ik nou, ik hoop alle sterkte en alle goeds voor je zoon. Ja, nou, ik vind het echt, echt super. Het zal enorm bijdragen aan, aan de actie. Enorm bedankt. Oké, okay, en succes nog met de actie. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel. De items blijven binnenstromen. De veiling die blijft voorlopig nog gewoon doorgaan. Zolang er voetballers zijn die zich aan blijven melden, dus ook NEC'ers hoop ik, blijft doorgaan. Ik heb nu Maarten Stekenburg, komt deze week binnen. Maar ook spelers van FC Den Bosch, de Graafschap komen nog. Feyenoord zijn we nog mee bezig. Dus ja, er zijn allerlei initiatieven. En ik hoop dat er nog een NEC'er kijkt nu. Dennis Gentenaar wellicht hier nog een collega aanduwt. Na de wedstrijd om nog iets te geven wat we kunnen veilen. Want ja, iedere euro is er echt heen. Mensen kunnen ook gewoon rechtstreeks doneren als ze naar veilingvanjonathan.nl gaan. Echt iedere euro helpt. En ik weet dat in deze tijden merk je dat het moeilijker is voor mensen om iets te geven. Dat voelen we zelf ook. Maar al is het 1, 2, 3 euro of heb je het idee van een klein initiatief op een braderie om een potje neer te zetten. Het wordt echt heel erg gewaardeerd. Want het is natuurlijk... Ja, normaal zijn alle fondsen, de grootste fondsen, zijn natuurlijk heel erg bekend. Hè? Kika, Ronald McDonald's, wat heel goed is. Maar er is heel weinig aandacht voor dit soort kindjes. En ja, die is ook gewoon heel erg nodig.